Mike, hoe vond je je eerste training vandaag gaan? Ja, het was weer even wennen. Eerste training en op een nieuw ijs. Maar ik vond dat het wel lekker ging vandaag. En heb je al lichtelijke verwachtingen voor dit seizoen? Ja, kampioen worden natuurlijk. dat is een makkelijke vraag. En hoe vind je tot nu toe met je teamgenoten eigenlijk al gaan? Want het is de eerste keer dat je elkaar een beetje om elkaar op het ijs staan. Nee, wel gezellig. Een paar jongens heb ik al van de zomer al gesproken en ja, het gaf wel een goede klik gelijk. Vertel eens aan de Eaters fans wie je nou bent, wat doe je? Ik ben Mike en ik kom hier ijshockeyen. Ik ga hier mijn best doen en het team helpen om kampioen te worden dit seizoen. Wat heeft jou de keuze laten maken om toch naar Geleen te komen en niet te verlengen bij Heerenveen? Ik had niet zo naar mijn zin bij Heerenveen en gelijk na de playoffs kwam Geleen met de vraag of ik misschien bij hun wou spelen volgend seizoen. En dat zag ik eigenlijk wel heel erg zitten, dus voor mij hoefde ik niet heel lang na te denken om een overstap hierheen te maken. Ik ben Nio, ik ben 24 jaar, ik kom uit Tilburg en dit seizoen kom ik in Geleen spelen. En hoe vond je je eerste training vandaag? Ja, eerste training is altijd wennen, nieuwe ijsbaan natuurlijk. En sowieso kun je zo hard trainen als je wil in de zomer, de eerste training blijft altijd zwaar op het ijs. Dus, En wat vond je tot nu toe van je teamgenoten die je zo even onder elkaar hebt gezien? Ja, ik heb sowieso al een paar teamgenoten gedurende de zomer gezien. Ik heb hier al een paar keer op het ijs gestaan toen we onderling ijs hadden gehuurd. Ik heb ook al een paar keer hier in de sportschool getraind. Dus ik heb best veel gasten ook al gezien. En natuurlijk ken ik Tijn al en Wouter is nou ook overgekomen vanuit Tilburg. Ja. Dus ja, wel gezellig. Zoals je zegt, er zijn wel wat jongens van Tilburg hier. Heb je ondertussen ook met hun gepraat voordat je bent overgestapt van hoe zij het misschien hier vonden? Ja, sowieso. Tijn is een van mijn beste vrienden en Wouter ken ik ook al sinds dat wij zo groot zijn. Zeg maar. We hebben altijd samen op de middelbare school gezeten. Dus met Tijn had ik sowieso heel veel contact toen er sprake was dat ik misschien naar Geleen zou gaan. En uiteindelijk zeg maar, is Wouter zelf ook later naar Geleen gegaan, dus hebben wij zelf ook wel nog onderling contact gehad inderdaad. Wat zijn jouw verwachtingen eigenlijk van dit seizoen? Nou ja, mijn verwachtingen zijn, in ieder geval mijn doelstelling is om kampioen te worden. En als ik kijk naar het team, denk ik dat we best een goed team hebben en dat we daar zeker kans op maken.